Hoofdstuk 16 van Onderschatten van Il Tigretto. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Onderschatten van Il Tigretto door Johan Been. Hoofdstuk 16. Te water en te land. Gelijk schipper Lijn Schotten wel vermoed had, kwam het tussen de twee Engelse schepen, die ieder tot een andere staatspartij behoorde, tot een gevecht. Niet zonder enig leedvermaak zag hij hoe het eerste dat de rol van vervolging gespeeld had, nu zelf vervolgd werd. Wel had het nog beproefd een voorsprong op het parlementsschip te krijgen, want de bevelhebber daarvan moest toch eerst nog van het Wapen van Zeeland naar eigen boord geroeid worden, maar toen hij eenmaal daar was, klonk spoedig het eerste schot over de zee. "We zullen ze een weinig de ruimte geven," spotte schipper Lijn Schotten, "want van die verdwaalde kogels moet ik niks hebben." Juist zou hij daartoe de nodige bevelen geven, toen zijn uitkijk riep dat in het oosten verscheidene zeilen in het zicht kwamen. Ook op de elkaar bestrijdende vaartuigen had men terzelfde tijd dit opgemerkt, en daardoor ontstond van beide zijden enige aarzeling. Daar ging op het parlementsschip een luid gejuich op. Men had de naderende schepen herkend als te behoren tot het smaldeel dat door de republikeinen was uitgerust en waarover Monk bevel voerde. Van dat ogenblik af maakte men zich op het royalistenschip, waar men dezelfde ontdekking gedaan had, gereed tot een strijd op leven en dood. Ook op de plannen van schipper Lijn Schotten had de verschijning dier zeilen een noodlottige invloed. Hij kon er niet meer aan denken om er stiekem van door te gaan, maar wachtte nu de loop der gebeurtenissen af. Nadat tussen de bevriende schepen de nodige seinen gewisseld waren, schaarden zij zich in slagorde en kwamen op hun vijand af. Eerst werd hij gesommeerd zich over te geven, maar toen hij dit met verachting van de hand wees, nam het gevecht een aanvang. Met ware doodsverachting streden de cavaliers, en om eerlijk de waarheid te zeggen, stond schipper Lijn Schotten deze strijd van één tegen velen, waarvan het einde wel te voorspellen was, met verbeten woede aan te zien. "Als ik die cavalier was, kregen ze mijn schuit toch nooit, stuur." Paddeltje begreep hem en knikte ernstig van neen. Beiden dachten op dit ogenblik aan onze reinier Klaassen, die liever de brand in het kruid stak dan zich aan een overmachtige en genadeloze vijand over te geven. Geheel het gevecht konden zij door de kruiddamp niet nauwkeurig gadeslaan, maar toen er door een windvlaag daar meer een gat ingewaaid was, zagen zij het schip scheef liggen. Het verkeerde reeds in zinkende toestand. Zodra evenwel als men dit ook van de vijand opmerkte, hield deze op te vuren en zette de boten uit om te redden wat er nog te redden viel, welk voorbeeld dadelijk door schipper Lijn Schotten gevolgd werd. Het bootje stond onder commando van Paddeltje, en recht toe recht aan schoop men op het doel af. "Niet te dicht bij het schip, jongens," waarschuwde Paddeltje, "anders zuigt het ons nog naar de diepte." Even rustte men op de riemen, en met belangstelling keek men naar het zieltogende vaartuig. Het geleek nu wel een levend wezen, zich verzettende tegen het lot om voor altijd te verdwijnen in het donkere graf der zee. De voorsteven ging in de hoogte, scheen als het ware te klimmen uit de diepte, steun te zoeken bij iets dat het boven zich hoopte, een macht welke zou bijstaan en tegenhouden. Het trilde en beefde als in doodsangst. Toen, als verloor het alle moed, zonk het weg naar de eeuwige nacht onder de wateren. Nadat het gevaar van meezuigen verdwenen was, werd het als een wedijver tussen al die roeibootjes om de nog overgeblevenen te redden. Ten dele waren zij zelf in boten, maar voor het grootste gedeelte ploeterden zij rond, zich op allerlei manieren drijvend houdende of pogingen daartoe in het werk stellende. Daar hoort Paddeltje zijn naam uitroepen. "O, maar dat was de stem van Kees! Jongens, een kind in nood! Helpen!" Behoedzaam gaat het door de overblijfselen van het vaartuig, welke door de man voorop met een haak zoveel mogelijk opzij gestoten worden. Daar duikt, vastgeklemd aan een gedeelte van de grote ra, een knaap dicht bij hen op. "Paddeltje! Paddeltje!" Maar reeds is de boot bij hem. Handen strekken zich naar hem uit, en zelf doet hij al wat in zijn vermogen is, om de redders hun werk zo gemakkelijk mogelijk te maken. Nog een poging, en hij ligt te spartelen in de boot. Sluik vallen de natte haren over zijn gezicht, maar dat lacht alweer, en, alsof niet zijn leven aan een zijde draadje gehangen had, komt het er doodleuk bij hem uit. "Ziezo, dat is weer binnenboord." De matrozen lachten erom, maar Paddeltje, hoewel zijn hart juichte, hield zich vreselijk boos. "Nu ga je krom in de boeien, jouw klein serpent, en misschien word je nog wel opgeknoopt ook." "Wat heb ik dan gedaan?" vroeg Kees, terwijl hij, zijn hand tot een hoosvat vormende, het water van zijn borst gulpte. "Hoe kwam jij op dat schip?"
met een roeiboot. Nee, praat je er niet uit. Je zit er veel te lelijk in. En als je me nu niet rake antwoorden op mijn vragen geeft, ga je onmiddellijk weer overboord. Kees keek zijn broer aan. Ik geloof dat het menens wordt, dacht hij. Nu? Vroeg Paddeltje. Daar begon Kees, alsof hij met grootste onrecht van de wereld was aangedaan, met een hoge jongensstem van vermoorde onnozelheid. Waarom mocht ik er niet bij zijn? En die lelijke garnaal wel? Het was zulk een komisch gezicht, die druipnatte jongen, pas van de dood gered, als aanklager tegen zijn broeder te zien optreden, dat de matrozen moeite hadden zich goed te houden. O, zo, deed Paddeltje, heel gewichtig. Ben jij er als schelm tussen uitgegaan? Nu maar, dat zal de schipper je lelijk inpeperen, hoor. Dan ga ik maar liever weer overboord, riep Kees. En als de matroos, die vlak bij hem zat, geen tegenwoordigheid van geest genoeg had bezeten, zou de kleine rakker zowaar de daad bij het woord gevoegd hebben. Dadelijk grepen meer handen toe, en omdat Kees probeerde daarin te bijten, werd hij door een ander in de nek gegrepen. Nog trachtte hij met zijn benen van zich af te weren, doch ook hiertegen werden de nodige maatregelen genomen. Dat kon zo niet blijven. Kees, riep Paddeltje, we zijn erop uit om mensen te redden. Door jou zien we ze voor onze ogen verdrinken. Laat los, steunde Kees dof, dan help ik mee. Men keek de stuurman aan, deze knikte van ja. Toen was Kees weer vrij man, en dadelijk, alles vergetende wat hem boven zijn brutale kop kon hangen, moest hij met alle geweld aan het reddingwerk. Aan boord van zijn eigen vaartuig teruggekomen, wachtte hem nog een ongenadig standje van de schipper, wat hem meer verveelde dan dat het invloed op hem had. Schelden doet geen zeer, maar slaan zoveel te meer, dacht hij bij zichzelf, en dit was een grote troost voor hem. Ook hierin kreeg hij zijn zin, want de schipper, die hem eventjes zag grijnzen, maakte zich daar dusdanig nijdig om, dat hij hem over de knie lei. Garnaal, lang mis dat eindje touw, met die knopen erin. Overgelukkig dat zijn eeuwige plaaggeest er eens heerlijk van langs zou krijgen, haastte Garnaal zich aan die opdracht te voldoen. Kees zag dat, en terwijl het eindje touw over zijn broek ging, vatte hij het plan op om het lelijk aan Garnaal in te peperen. Maar schreeuwen deed hij niet, alleen wreef hij zich onbedacht een paar maal over zeker lichaamsdeel, toen hij weer op zijn stevige pootjes stond. De schipper verbeet zijn lachen, gaf de jongen nog een schop toe en zei toen dat hij weer in genade was opgenomen. Korte tijd daarna kwam er zoveel te doen, dat geen mens, en ook Kees niet, meer aan die korte, maar krachtige executie dacht. Van het parlementsschip, toch, kwam een bode aan boord, met het bevel dat het schip mee naar de Ree moest gaan. Waartoe? Om onderzocht te worden. Maar zie je dan niet de statenvlag wapperen? Zeker. En wat zou dat? Dat de vlag de lading dekt. De aangesproken lachte eens. We zullen dat op ons gemak onderzoeken, verklaarde hij. Tegen dit uitdrukkelijk bevel viel niets in te brengen. De Engelse republikeinen waren te zeer in de overmacht om aan tegenstand zelfs maar te denken. Wat de schipper wel het meest griefde was, dat er een Engels officier, vergezeld van enkele manschappen, aan boord kwam en het bevel op zich nam. Nu ging het wapen van Zeeland mee met de overige schepen, en tegen de avond wierp men het anker uit op de reede van Plymouth. De kapitein, de bootsman en enige matrozen mochten aan boord blijven. De rest van de equipage werd naar de wal gebracht. Omdat men eigenlijk geen raad met hen wist, want men kon ze toch moeilijk in de gevangenis stoppen, bracht men ze onderdak in een oud gebouw. De maatjes scholen bij elkaar. Op zijn verzoek was aan Paddeltje de zieke man uit de kajuit toegevoegd. Zijn broertje bleef als een klit aan hem hangen, en aan deze weer de reeds met hem verzoende Garnaal. De tegenwoordigheid deze twee gezonde knapen had echter ten gevolge dat er al heel spoedig over eten gesproken werd, want daarvan hadden de Engelse gastheren verzuimd hun gasten te voorzien. Paddeltje liet die Jeremiades voor eerst aan Kees en Garnaal over, en hield zich nu eindelijk eens bezig met de in lange nog niet herstelde Veritas, die maar over zijn hoofd klaagde, waartegen hij, bij zijn redding, een lelijke tik van de roeiboot had gekregen. Ziezo, begon Paddeltje, daar zitten we nu. We weten zowat precies wanneer ze ons hierin gestopt hebben. Een tweede vraag is nu, wanneer komen we eruit? Ik zal de vraag beter stellen, glimlachte Veritas flauwtjes. Hoe komen we eruit? Wou je dan op de een of andere wijze ontvluchten? Ik moet wel, Paddeltje. Als ze te weten komen wie ik ben, is mijn lot niet te overzien. Al die ellende is om de schatten van Il Tigretto. En hij vertelde de verbaasde Paddeltje wat hij daarvoor al bij de cavaliers ondervonden had.
Weet je dan toch die plaats? Vroeg deze, nadat het verhaal geëindigd was. Liefst blijf ik op die vraag het antwoord schuldig. Paddeltje keek hem enige ogenblikken nadenkend aan. Eindelijk sprak hij, alsof hij met zichzelf tot een besluit gekomen was. Hoor eens, Veritas, ik moet je gelijk geven. Je tegenwoordigheid hier is van een niet te overzien gevaar voor ons allen. Dat is zo. O, Paddeltje, ik boet verschrikkelijk voor mijn zeeroversleven. Overal moet ik mijn verleden verborgen houden. Geen schipper zou me vertrouwen, indien hij er iets van vermoeden kon. Je brave schipper, ik bedoel Michiel Adriaansen, wilde van mij weer een eerlijk mens maken. Ondervonden heb ik dat dit onmogelijk is. Als hij het toch zegt, Veritas. Ja, als ik bij hem had mogen blijven. Waarom nam hij me niet onder zijn equipage op, Paddeltje? Paddeltje haalde de schouders op. Dat doet hij niet iedereen, Veritas, want hij is in dienst bij de heren Lamsens en vindt zich daarom niet tegenover hen verantwoord, wanneer hij... Nu ja, je begrijpt me wel. Zeker, antwoordde Veritas, niet zonder bitterheid. Daar heb je er nu een staaltje van, hoe moeilijk het mij valt weer op het goede pad te komen. Ik ben te bekend geweest bij de zeerovers, en na de ontbinding van zijn volk heeft zich dat over alle schepen der wereld verspreid. Meer dan eens heb ik er een ontmoet, die mij dadelijk herkende en in het vertrouwen wilde nemen, meest tot slechte dingen, en als ik niet wilde, werd ik bedreigd met ontmaskering. Paddeltje kreeg medelijden met hem, maar wist heus niet wat hij hierop zou antwoorden. Nu ze eenmaal denken of vermoeden dat ik de bergplaats der schatten weet, aldus ging hij voort, heb ik geen rust meer, en ieder die me vergezelt loopt gevaar in die ellende meegesleept te worden. Daarom, als mijn krachten geheel hersteld zijn, moet ik ergens zien te verdwijnen. Waar, zeg ik ook zelfs jou niet. Maar, wil je hier al dadelijk vandaan? Om je de waarheid te zeggen, bevalt het mij hier in dit hol ook niet. Nou, mij ook niet, weeklaagde Kees. En Garnaal lei bij deze gelegenheid ook een duit in het zakje, want hij wist letterlijk geen raad meer van de honger. Als ik hier de weg maar wist in Pleimuiden, zou ik graag ergens onder dak zien te komen, al was het alleen voor die twee jongens, verklaarde Paddeltje. O, als je me ondersteunen wil, wanneer ik het soms te kwaad met die duizeligheid krijg, kan ik je misschien wel de weg daartoe wijzen. Dit voorstel werd met zulk een gejuich door de twee jongens begroet, dat Paddeltje een onmens had moeten zijn, om niet aan het voorstel van zijn vriend gehoor te geven. Toch moest er zijnerzijds nog één bezwaar overwonnen worden. Werd hij op die manier geen deserteur? Wel, nee, stelde hem Veritas gerust. Wees maar niet bang dat de Engelsen je schuit loslaten, nu zij die eenmaal in hun macht hebben. Dat zou... Ho, ho, de Dutchmen zijn geboren smokkelaars, en durf mij eens aankijken en dan antwoorden dat je geen contrabanden aan boord hebt. Paddeltje gaf daarop geen antwoord, en aankijken deed hij Veritas ook niet. Dat deserteurschap zal op die manier wel loslopen, stuurmannetje. Bovendien kun je immers altijd je schuit in de gaten houden. Als je toebereidselen tot de afvaart ziet maken, is het tijd genoeg om te komen opduiken. Je praat alsof ik me verbergen ga. Veritas keek hem veelbetekenend aan. Het is goed dat ook jij een poosje verdwijnt, Paddeltje. Hoe bedoel je dat? Wel, ook jij kunt heel licht in verband gebracht worden met die ongelukkige schatten van Il Tigretto. Ik? Ja, hoe het komt weet ik niet, maar van Engelse kant schijnt men zich daar erg mee te bemoeien, en het ligt voor de hand dat men op iemand die zulk een rol bij Il Capitano gespeeld heeft, bijzonder zal letten. Paddeltje ontstelde. Hoe het kwam, wist hij niet, maar ineens moest hij denken aan een gesprek, jaren geleden, met Jim gehouden. Nu gaf hij toe. Goed, Veritas, breng me dan maar waar je denkt dat ik voor eerst veilig zal zijn. En waar eten is, weeklaagde Kees. O, zo, voegde Garnaal daarbij. Einde van hoofdstuk 16.